Ik heb ze er eventjes bij gepakt. Alleen echt zo'n zwaar naar de zonnebank. Dit is echt het allerergste, denk ik. En we hadden dus ook nog een hoodiebag meegekregen. Hallo, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag. Beetje een halve weekvlog, maar afgelopen dagen waren best wel een beetje druk en chaotisch. Dus ik dacht, ik begin gewoon vandaag lekker met filmen. Ik heb vandaag namelijk een hele leuke dag. Ik ga zo meteen met Roos afspreken, gaan we lekker foto's maken. Ze wilde volgens mij ook een video opnemen. Dus dat gaan we volgens mij ook doen. Ik ben nu eventjes mijn make-up aan het doen. Ik ben bijna klaar. Ik heb alleen nog eventjes mascara en oogpaleet op te doen. We hebben rond 12 uur afgesproken. Het is nu 10:50. En dan gaan we eventjes gewoon in Den Haag wat fotootjes maken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Het is ook echt super lekker weer buiten. Dus dat scheelt ook echt een hele hoop. Ik heb één outfitje van Harper waar ik eventjes een foto mee moet maken. Eentje van Alex. En misschien dat ik er nog eentje mee neem wat ik voor mezelf even leuk vind. Maar dat moet ik nog even bedenken. En ik moet zeggen dat ik outfits bedenken nu echt even heel lastig vind ofzo. We gaan natuurlijk, Peer en ik, over 3,5 week gaan we naar Curaçao. Dus ik zit in mijn hoofd echt alleen nog maar met vakantieoutfitjes natuurlijk. Maar goed, dat is voor hier in Nederland nu nog een beetje te koud. Ja, mijn make-up zit erop. Ik heb trouwens gisteren echt een mega leuk pakketje binnengekregen. En eentje besteld van Bayou. Die ga ik eventjes aan je laten zien. Ik heb ze er eventjes bij gepakt. Allereerst heb ik dus voor Bayou super lief een bikini gekregen. Echt mega mega blij mee. En dat is deze roze. Hier zit het broekje. En dan hier aan de zijkant heeft hij twee van die grote ringen. Wat ik echt heel chic eruit vind zien. En daar hoort dit triangle topje bij. En heeft in het midden dus ook weer zo'n ring. Echt heel erg blij mee. Ik heb het topje en het broekje hiervan allebei in een XS. En die ziet echt perfect. En dan hadden ze een nieuwe collectie eergisteren uitgebracht. Als je in mijn laden kijkt, echt, ik denk dat 90% van mijn bikinis van Bayou komt. En ik vind gewoon elke collectie opnieuw weer leuk. Dus zo nu ook. Heb ik weer twee bikinis besteld. Echt schandalig, maar goed. Als allereerst dit kleurtje, een oranje kleurtje. Of nou, een beetje koper. Met dit broekje. En dit broekje heb ik dus al van de oudere collecties in andere kleurtjes. En ik vind dit gewoon echt super mooi modelletje. En daar heb ik dan dit topje bij gekozen. Met die ring. Deze heb ik dus ook al in 3 andere kleuren. In het zwart, in het groen en in donkerblauw. Maar ik blijf dit model bij mezelf gewoon een van de mooiere vinden. Omdat ik gewoon niet hele grote borsten heb. En hier lijkt het dan een soort van nog wat in. Dus ik vind deze gewoon heel erg mooi. En je hebt dus bij Bayou heb je allemaal, hebben ze dan van de collectie allemaal soorten topjes en allemaal soorten broekjes. Maar alles in dezelfde kleur. Dus je kan het in principe ook gewoon lekker met elkaar combineren. Want deze twee horen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Het broekje heb ik in een XS en het topje heb ik in een S. En dan een model die ze dus nog niet hadden. En dat is dus dit topje. Ten eerste, deze kleur is toch geweldig. Zo mooi. En daar hoort dus wel echt dit broekje bij. Dat broekje die ik dus ook in het oranje heb. En dat is dus deze. En ook dit broekje heb ik weer in een XS. En dit topje heb ik ook in een XS. Kijk even hoe mooi. Ik zal eventjes, ik heb op mijn telefoon. Op mijn telefoon heb ik foto's dat ik het aan heb. Dit is die oranje. Is dit die groene. Dit is de roze. Helemaal blij mee. Helemaal ready voor Curaçao. Ja, dat wilde ik gewoon eventjes aan je laten zien. Ik ga eventjes mijn haren doen. Ik heb net ook eventjes een afspraak gemaakt bij de kapper om de puntjes weer te knippen van de week. Want dat moet ook echt even gebeuren, want het gaat weer een beetje zeg maar zo omhoog staan. Hier zie je dat ook. Dat betekent gewoon dat het dood is. Dus ik ga eventjes... Waarom lijk ik in dit licht nou een spook? Want als ik nu in de spiegel kijk, vind ik mezelf echt best wel bruin. Maar goed, ik ga eventjes me omkleden. Outfitjes bij elkaar verzamelen en dan wachten tot Roos er is. Dat kan nog wel eventjes duren, want het is pas om 12. Maar goed. Wij zijn in de stad aangekomen. Ik heb nu dit pak van Harper aan. Ach, ja. Om een fotootje mee te maken. En ik had dus heel leuk hier een trui net overheen. Dus het blijft allemaal een beetje... Oh, ik moet echt zo zwaar naar de zonnebank. Nou, ik heb dus gisteren weer zelf een uurtje gedaan. Ja, dat ziet er goed uit. Nou, het is nu een keer goed gelukt. Want ik doe normaal gesproken altijd te veel, maar het wordt net iets te... Oranje. Oranje wordt dus zeker op mijn handen. Maar nu ben ik bij welke gebruik je dan? Isle of Paradise, zo'n olie. Kan je Bloemfontein kopen? Oh, handig. We hebben bestelling gedaan. Ja, goed zo.
Nee, we gaan even een fotootje maken en dan vanmiddag gaan we ook, of straks ook even een mukbangetje filmen. Helemaal zin in. Kijk, ik heb ook nog deze broek. Dat is echt een hele mooie broek. Oh, mooi. Met dan zo'n topje erop. Ik ben wat meer into the basic fits. Je bent altijd into the basic fits. Ja, maar nu moet ik het outfit uitzoeken. Ik moet er gewoon niet meer te veel over nadenken. Ik moet gewoon, dat shirtje staat leuk op mijn broekje. Nou, leuk. Knoop een foto mee. Ja. Ik moet het niet meer. Het is heel leuk, dat topje. Ja. Ja. Heel leuk. Wij zijn klaar met wat fotootjes maken en even wat aan van die trap. We hebben even Joe the Juice gehaald en dan gaan we even een videootje opnemen. Een car mukbang voor Rooster Kanaal. Helemaal leuk, ik heb zoveel trek. En ze is de sleutel kwijt. Tja. Gevonden? Ja. Oh, dat is mooi. Oh ja, we zijn ook nog naar de H&M geweest. Want Roos had dus net echt een heel mooi topje aan. Dus die had ik eigenlijk gelijk besteld bij de H&M, maar er wordt dus ook nog een rok bij. En online hadden ze die niet, maar wel in de winkel. Dus die hebben we allebei gehaald. Dus deze rok, echt super. Heel lekker stofje ook. Helemaal leuk voor op vakantie. In Nederland leuk met een blazertje eroverheen. Helemaal één af. Nou. Oh. Wij gaan Margarita. Helemaal gewoon. Ik moet even kijken of hier het licht goed is of dat je hem op een andere plek wil hebben. Ja, ik denk echt beter boven. Ik denk aan die kant, want het licht komt van die kant. Je bent helemaal uitgeput. Ja, maar ik ben echt helemaal van de leg. Wat dan? Ja, ik weet het allemaal even niet. Oké, okay, nou, het geeft niet. Het is gewoon even eten nodig. Ja, dat denk ik. Een beetje buikpijn ervan. Ja, het zal wel leuk zijn. Goed, we hebben dus lekker Joan Juice. En wat vragen. Dus, have fun! Have fun, watching! Ik ga eerst even een hap nemen, want anders... Ik heb ook zoveel trek. Echt van een stokje. Ik zei het al heel de tijd tegen Roos, ik heb zoveel trek. Oh, ze hebben er lekker wel extra mozzarella op gedaan. Ik neem dus altijd de avocado sandwich zonder avocado. If that makes sense. Maar dan heb je dus eigenlijk gewoon een broodje caprese. Wel lekker. Ja, heerlijk. Mm. Volgens mij heb ik die ook een keer genomen. Omdat jij dat toen altijd zei van dat is lekker. Maar... De pesto is even een beetje gaan lekken op mijn servet. Lekkere pest. Oké, we gaan gewoon starten met de vragen. Ik ben weer terug thuis en ik heb gelijk mijn sportkleren aangedaan. Dan ga ik even sporten. Want ik heb mezelf, als ik nu op de bank mijn foto's ga zitten bewerken, dan ga ik natuurlijk helemaal die bank niet meer vanaf komen. Dus ja, ik ga eventjes in mijn eentje, want dag is op stage. En Keir die had een wijnproeverij met haar werk of zo. Dus die kan ook niet. Dus ik ga mijn eentje. Vind ik altijd wel iets saaier. Maar goed. Uiteindelijk sport je voor jezelf. Dus moet je ook in je eentje kunnen. Dus ik ga er nu naartoe. De scooter doet het als het goed is weer. Want die deed de afgelopen week niet. Maar die man is eventjes langs geweest. Dus telefoon mee. Huissleutel, scootersleutel. Mijn sporttas. Dezelfde plek als gisterochtend, maar vandaag is het vrijdag. En ik ga mijn make-up eventjes doen. Het is nu 8:30. En om 9:15 is zo hier. En dan gaan we naar een event in Amsterdam van Gazan. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En dan hebben we dus een brunch daar. Heel erg leuk. Dus daar ga ik me eventjes voor klaarmaken. Ik weet alleen echt niet wat ik aan moet trekken. Zoe wist het ook niet volgens mij. Dus dat moet ik zo nog eventjes snel kijken. En dan vanmiddag, als ik terug ben, duurt tot 1 volgens mij. Ga ik daarna even met Keir sporten. Dus daar heb ik ook wel zin in. Gisteren heb ik echt zo mega veel spierpijn. Ik heb mijn benen en mijn billen gedaan. Want die dingen moeten even roeien. Maar ik heb zoveel spierpijn. Maar dan is wel altijd lekker of zo, vind ik. Maar dan heb je wel echt het idee dat je echt wat hebt gedaan. Ik heb me aangekleed en klaargemaakt. Ik weet niet of dit too much is. Ik heb zo eventjes een appje gestuurd. Maar ik heb deze kimono aan van Harper Lief. De tas is van Nuno. En dan heb ik deze laarzen eronder van Bronx. Ik weet het even niet zo goed. Ik heb namelijk echt geen idee. Er was geen dresscode. Er is helemaal niks. En op zich, dit zou ik ook wel een normale dagelijks leven aantrekken. Dus dan zit je denk ik altijd wel goed.
ik ben weer terug thuis van het event. Het was echt een superleuk event. Ik kreeg eerst dus een hele uitleg over Ghassan zelf. Daarna ging ze helemaal uitleggen over hoe de diamanten en zo worden gemaakt. En daarna kregen we ook nog een rondleiding. En zijn we lekker bezig brunchen. Ja. Dat was echt superleuk. En we hadden dus ook nog een goodiebag meegekregen. En er was dus ook een vrouw die ons ging tekenen. Ze heeft dus Zoe en mij nagetekend. En het ging dus over de Friends Gem, als ik het goed uitspreek. Dat is dus de Ghassan 121 diamant. En die kan je dus samen met een vriend of vriendin kan je die dus kopen of voor elkaar aan elkaar geven. En die hebben wij dus ook gekregen. Ik was natuurlijk samen met Zoe. En wij hebben er allebei eentje aan elkaar mogen geven. Echt super leuk. Hier heb je dan zeg maar het bewijsje van de diamant en alles. En hier zit hij in. Kijk. Zoe heeft hem aan mij gegeven. En dit is de diamant. En je kan er dus verschillende dingen mee doen. Je kan hem dus bewaren. Daar hebben wij dus voor gekozen. En dan kan je dus iedere keer als je daar bijvoorbeeld naartoe gaat, kan je wat bijleggen om een grotere diamant te krijgen. Maar je kan er ook een ring van laten maken, een ketting of oorbellen. Nou, ik heb natuurlijk toen mijn oma kwam te overlijden, heb ik haar diamantenring gekregen. Als deze, dus je kan zoiets ervan laten maken. Zoe en ik hebben gelijk een datum gepland dat we over 2 jaar gaan we terug samen en gaan we hem of groter laten maken. Of gaan we er een sieraad van laten maken. Wat natuurlijk super leuk is om samen te kunnen doen. Ze zeiden ook, het is leuk om elke keer bij iets bijzonders te doen. Dus stel, iemand gaat trouwen of iemand heeft een huis gekocht. Of iemand krijgt een babytje. Of je vriendschap is voor 10 jaar al. Het is gewoon heel erg leuk om op dat soort momenten de diamant groter te laten maken. Of er iets moois van te laten maken. Dus wij hebben nu een datum gepland voor over 2 jaar. Dat we terug gaan en dan gaan we kijken of we hem groter gaan laten maken. Of dat we er een sieraad van gaan laten maken. Maar ja, ik weet, ik vond het echt heel erg leuk. Het was super gezellig met alle meiden. We waren met z'n tienen. Heel lekker gegeten. Leuke groep. Dus echt een hele leuke middag gehad. Daarna ben ik eventjes weer sporten met Keer. Ik heb nu gedoucht. En Stan die komt zo meteen hier naartoe. En dan gaan we even een gezellig avondje samen. We weten nog niet echt wat we willen doen. Ik wil eigenlijk even iets buiten de deur doen. Maar we willen ook weer niet heel bijzonder en uitgebreid uit eten. Want we zijn allebei gezond bezig. Aangezien we allebei bijna op vakantie gaan. Dus we zitten nog eventjes te kijken. Misschien dat we thuis gewoon wat hapjes gaan maken. En dan gin tonic gaan maken. Want dat vinden we allebei heel erg lekker. Misschien dat we naar de film gaan. Maar ik kon nog niet echt een leuke film vinden. Dus ik ga me in ieder geval eventjes een beetje klaarmaken. En dan wachten tot hij klaar is met school. Het is nu 4:15. Hij heeft tot 5 uur school. Zodat ik gewoon klaar ben als hij ook klaar is. Het is vandaag zaterdag. En ik heb vandaag echt geen reet gedaan. Echt gewoon nul. Nou ja, alleen boodschappen gedaan, pakketjes weggebracht. Mijn haar gewassen was ook wel eventjes een hele taak. Maar goed, verder heb ik echt niks gedaan gewoon. En voor vanavond weten we ook nog niet wat we kunnen doen. En dat haat ik zo erg op de zaterdag. Ik wil gewoon op zaterdag even wat leuks doen. Zondag is altijd een chill dag, maar op zaterdag voel ik gewoon zo erg die drang om wat te gaan doen. En vooral 's avonds. Maar ik weet niet, er is niet echt iets te doen. Dus heel misschien dat we met die meiden even een drankje gaan doen. Ik heb geen idee. Maar er is wel een heel erg leuk pakketje binnengekomen. Althans, ik hoop heel erg leuk. Ik had namelijk van die meiden voor mijn verjaardag een fashion check gekregen. En ik zag 2 leuke shirtjes van Stieglitz die ik heel graag wilde hebben. Bij deze webshop kon je dus een fashion check inleveren. En daar verkocht ze dus een van die shirtjes. Dat andere shirtje heb ik al op een andere website besteld, maar die is nog niet binnen. Dus ik laat nu eerst even deze zien. Oh, waarom is dit nat? Beetje veel. Dat shirtje is ook een beetje nattig. Wat kan dan? Oké, ik weet niet hoe dat kan, maar goed. Ik heb dus dit shirt besteld van Stieglitz. Ik vond het zo leuk en ik merk gewoon nu weer echt nu het weer wat lekkerder weer buiten begint te worden. Dat ik gewoon amper t-shirtje, eigenlijk gewoon geen t-shirtjes heb die leuk zijn om even op mijn broek te doen of mijn blazertje eroverheen. Dus ik wilde weer eventjes wat nieuwe. Dus ik heb deze. Vind ik echt heel erg leuk. En die ander komt denk ik van de week binnen. Die zal ik dan ook wel laten zien. Hier ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Ik vind het alleen een beetje gek dat hij nat is. Hoe kan dat? Het papier is ook al nat. Ik denk dat ik hem gewoon gelijk eventjes snel in de was gooi. Want ik vind het niet zo'n chill idee dat hij nat is. Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Maar goed. Ja, verder. Ik heb echt geen idee wat de planning gaat zijn en wat de planning gaat worden. Ik ga het jullie laten weten. Maar voor nu ga ik eventjes het shirt in snelle was gooien. Het is vandaag maandag. Even kijken of ik jullie kan neerzetten. En ik heb net lekker gesport met Keer. Ik ben eventjes naar de Action gereden. Want ik ga vandaag heel de kledingkamer opruimen. Het is echt, echt zo zwaar nodig. We hebben zoveel kleding wat we gewoon niet dragen. Niet gebruiken.
Dus ik ga het eventjes helemaal uitzoeken, want we hebben ook gewoon echt geen plek meer in de kledingkamer. En ik heb in mijn kamer heb ik ook een rekje met kleding en zo. Deze. En die pelt ook helemaal uit. En daar past dus gewoon niet heel erg voor op. Dus ik heb eventjes bij de Action nog wat van die velvet hangers gehaald. Want daardoor past er gewoon net even iets meer op. Dus dat is mijn klus voor vandaag. Ik ga de hele kledingkamer opruimen. Zodat als een dag thuis komt van stage dat ze denkt, wauw. Dus dat is mijn doel. Ik zal de kledingkamer nu even laten zien. Het is echt, ik durf gewoon niet eens te laten zien. Dit. Deze twee lades heb ik vanmorgen voordat ik ging sporten al gedaan. Daar hebben we echt heel veel ruimte over nu. Deze zit wel nog goed vol. Dit is een zooi was die opgevouwen moet worden. Dit is echt het allerergste, denk ik. Dit is wat er op Vinted gaat. Dit is wat er weggaat. En ja, oké, deze kast is ook wel heel erg. Er is gewoon echt zo geen overzicht meer. En er past gewoon letterlijk niks bij. Als we de was hebben gedaan, dan gooi je het elke keer maar hier neer. Omdat het gewoon niet meer past. Dus daar ga ik vandaag verandering in brengen. De camera was gisteren dicht. Dus ik kon je niet meer het eindresultaat laten zien. En ik ben er zo lang mee bezig geweest. Ik was pas rond 5 uur klaar. Ik heb ook de Vinted foto's niet kunnen maken. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik heb hier alle kleding liggen dat op Vinted gaat. En ik ga jullie ook even de kledingkamer laten zien. Want het is een heel groot verschil. Er hangt nu wel even allemaal was te drogen. Mijn bed, dus het ziet er een beetje verrommelig uit. Maar dit is al stukken beter. Misschien lijkt het alsof er voor jullie geen logica in zit. Maar voor ons wel. Dit zijn namelijk allemaal topjes, deze twee lades. Ik heb mijn ondergoed helemaal netjes in bakken gedaan. Hier heb ik allemaal mooie kleren en dingen die op vakantie mee kunnen en zo. Dat was hieronder. En ik heb daar gewoon nog ruimte, helemaal chill. Dan hierachter. Ja, het is even kut dat dit nu staat te drogen. Dit, ook stukken beter. Dit is de bikinibak. De pyjama's en chill kleding. Lange jurken. En hier zitten rokjes en korte broeken in. En dan gaan we naar deze kast. Ook stukken beter. Hier hangen nu allemaal jurkjes en hier jasjes. Dan hebben we hier alle spijkerbroeken en leren broeken. En dan hier alle wijde flowy broeken. Want als je die neerlegt wordt het gewoon echt heel snel lelijk. Dus die hebben we opgehangen. En dan hier hebben we hier nu allemaal blousjes en ja, gewoon van die hangdingetjes. Helemaal leuk. En dan hier hebben we alle truien. Dus helemaal geslaagd. Helemaal blij dat het gelukt en gedaan is. Ik ga nu alle foto's voor Vinted maken. En daar ga ik jullie een beetje in meenemen. Dat jullie ook kunnen zien wat er op Vinted komt. Deze vlog komt morgen online. Ik denk dat ik Vinted wel alvast vandaag erop ga zetten. Want morgen kan ik het dan versturen donderdag en vrijdag. Dan heb ik gewoon net even iets meer dagen en langer de tijd om te versturen. En er is net een pakketje binnengekomen van AliExpress. Ik zoek dus echt al heel lang een pet die leuk bij mij staat. Ik heb gewoon niet echt een pet over, maar voor vakantie vind ik het toch chill. Ik wil ook gewoon niet te veel geld uitgeven aan een pet. Dus ik heb deze op AliExpress besteld. Een neppe Miu Miu pet. Zo'n denim. Vond ik echt heel erg leuk. Alleen, ja, petten staan mij gewoon niet echt. Ik weet niet. Het is niet echt helemaal iets voor mij, denk ik. Maar daarom ben ik blij dat ik er maar €16 voor heb betaald. En mensen mogen ook gewoon weten dat het een snap is. Maar ik vond het wel leuk. Ja, ik ga alles op de foto zetten. Ondertussen heb ik eventjes een maskertje in mijn haar gedaan. Alle foto's zijn gemaakt. En ik ben nu alles op Vinted aan het zetten. Ik heb me nog eventjes op vakantiemodus gezet. Zodat ik eerst even alles erop kan zetten. Voordat ik alles online gooi. Maar ik ben nog wel eventjes bezig. Want
Het zijn heel veel foto's. Ik ben denk ik bijna op de helft. Je vergist je er altijd zo in wat voor werk het is. Maar ik ben altijd zo blij als het allemaal een tweede plekje heeft gekregen. Ik heb lekker gedoucht en mijn haar gewassen. En ik ga bij deze gelikte weekvlog afsluiten. Want dan kan ik hem nu lekker gaan bewerken en morgen online zetten. Dus bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende.